Jorn Nieuwenhuis, u bent genomineerd voor de beste aardbeienslof van Nederland. Hoe voelt dat? Ja, ik vind het super gaaf. Ik had totaal niet verwacht dat ik bij de beste 15 zou komen van de 90. Ja, en nou sta je er gewoon. Hoe heeft u dit bereikt? Ja, veel de aardbeienslof maken, proeven, nieuwe smaken combineren met elkaar en zodoende tot eindresultaat gekomen. En moest u zichzelf opgeven of is dat gedaan? Hoe ging dat? Ja, vanuit prestige, wat elk jaar een aardbeienslofwedstrijd uitgeschreven. Ik heb er al 2 keer eerder aan meegedaan. Nou dacht ik derde keer scheepsrecht, nog een keertje. En u werkt ook bij Bistro 115. Dat is normaal een restaurant en al andere genomineerden die werken bij een patisserie. Maakt dat extra speciaal? Ja, tuurlijk. Weet je, heb ik ook wel patisserieopleiding gedaan. En om mezelf te verbreden nog een jaartje koksopleiding erachteraan. En zodoende bij Bistro 115 gekomen en de aardbeienslof gemaakt. En hoe schat u uw kansen een beetje in? Ja, daar ben ik eigenlijk nog niet heel erg mee bezig. Ik ben gewoon bezig met mijn eigen slof zo goed mogelijk neerzetten. Ja, je weet gewoon niet wat de anderen doen. En gewoon het beste uit jezelf halen. Kijk, want de finale is geloof ik ergens in september? 16 september is de finale op de Beko najaarsdagen. En dan mogen alle 15 finalisten de aardbeienslof opnieuw inleveren. En ben je daar al een beetje op aan het voorbereiden? Ja, ik heb feedback gekregen dat de aardbeienslof bijvoorbeeld de bodem iets beter moest. En ik ben al aan het perfectioneren. Dus steeds weer opnieuw. En moet je dan de aardbeienslof 16 september weer helemaal vanaf begin maken? Of is er al een opzet? Hoe werkt dat? Ja, we mogen de aardbeienslof eigenlijk gewoon inleveren, op bedrijf maken en daar inleveren. En daar is de ruimte om nog af te decoreren verder. Kijk, dat is heel leuk. En wat maakt uw aardbeienslof eigenlijk zo lekker? Ik denk echt de frisse smaak die ik erin heb gebruikt. Ik heb calamansi, een citrusvrucht gebruikt. Met daarbij limoenblad, kaffierlimoenen en de Nederlandse vanille. En maakt u dan ook de aardbeienslof hier bij Bistro 115? Nee, momenteel maak ik de aardbeienslof niet hier. Maar ik ben wel van plan natuurlijk om ze in de toekomst misschien voor mezelf te gaan verkopen.